Commotie aan het eind van de middag bij de rechtbank in Den Bosch. Daar weigerde een hoogbejaarde man de rechtbank te verlaten. Bij de rechtbank is collega Saskia van Heijster. Ja, Saskia, wat was daar nou allemaal aan de hand? Ja, deze man, Tom de Boy, die is een vertegenwoordiger van de woonwagenbewoners aan de Deuterse straat hier in Den Bosch. Daar is afgelopen november een grote politieinval geweest. En daarbij is volgens de bewoners van het woonwagencentrum veel politiegeweld geweest. Er zou zijn geschopt, er zou zijn geslagen. En er zijn ook heel veel spullen in beslag genomen. Zo onder meer auto's en nou goed, meer van dat soort spullen. En de bewoners die zeggen nu, wij kunnen ons werk niet meer doen, want we hebben geen auto. Ons wordt het leven eigenlijk onmogelijk gemaakt. Zij willen daarom vandaag nog, of zo snel mogelijk eigenlijk, een datum voor de rechtbank, voor de rechtszitting. Dat was dus ook de eis van deze Tom de Boy. Hij zei, ik ga hier niet weg voordat er een datum ligt van zitting. En ja, de rechtbank hier in Den Bosch, die kon of wilde daar geen gehoor aan geven. En zei om 5 uur, ja, de tent gaat hier sluiten, we gaan de rechtbank gaat op slot, dus u moet hier weg. Hij weigerde te vertrekken en dus is hij gearresteerd door de politie. Maar ja, een hoogbejaarde man die op de rechtbank gearresteerd wordt door de politie, dat heeft toch ook wel iets triests, hè? Ja, het was een beetje een nagezicht ook, want deze man is dus inderdaad hoogbejaard, de 90 inmiddels gepasseerd. Hij heeft ook een katheter en daar zat hij een beetje mee te hannesen nog. Ja goed, die man is niet zomaar opgestaan en weg kunnen lopen natuurlijk. Hij is dus uiteindelijk door de politie meegenomen en in een politiebusje gezet en weggevoerd. Wat er precies met hem gaat gebeuren is nog onduidelijk.